Ik vind het zo geweldig en zo trots. Ontzettend leuk. We zijn super trots en we hebben zo ontzettend genoten van alles. Het was echt genieten. Als je weet dat je gaat winnen en dan op zijn Duits gewoon met 1-0 en dan die Duitsers allemaal jankend op het veld, op de knietjes, dan dat is echt heel mooi, ja. Ik heb nog nooit zo'n wedstrijd meegemaakt hoor. Het was echt, nou, de laatste 10 seconden waren het echt, gooide ik mijn stick in de lucht. Het was, dus dat gevoel kan je ook aan niemand omschrijven. Als je dat samen meemaakt, is echt zo intens. De Duitsers hebben ons zo getriggerd eigenlijk tot het laatste. Ze, ze maakten kotsgeluiden achter ons en waren heel vervelende, hele rare dingetjes. En dat maakte alleen maar meer van, godverdomme, we gaan nu echt winnen, we gaan echt knallen. En ja, dat was meer zo van, ja, we gaan jullie nu afmaken en jullie kunnen echt... Vanaf in het veld hoor je dan de ouders juichen, de ouders tegen de Duitsers juichen, er overheen. Nou, dat is gewoon geweldig. Het geeft je een kick in het veld en dat brengt ook weer een beetje steun erbij. Gewoon het moment dat echt tot je doordringt dat je Europees kampioen bent. Gewoon ja, voor ons voor de tweede keer dan. Ja, het was wel echt gewoon alle spanning die je dan het hele toernooi hebt opgebouwd, gewoon meteen eruit. We hebben er echt lang naartoe gewerkt, ja. Heel hard voor getraind en ja, het was wel echt een hele grote ontlading toen het eindelijk zover was. Ja, de laatste 10 seconden van de wedstrijd was zo gaaf. Je ziet die tijd een beetje aftikken en het is gewoon wanneer het op nul komt, dan is het gewoon zo. Ja, en dan springt iedereen het veld op en je hoort heel publiek meeroepen van 10, 9. Ja, het is gewoon zo'n gaaf gevoel. En vooral als je een hele wedstrijd op 1-0 gespeeld hebt. Ja. En wij hebben de hele wedstrijd met z'n allen in spanning gezeten en we voelden een hele hoge druk. En uiteindelijk is het dan zover en de laatste seconde en dan is die ontlading gewoon ontzettend groot. En alles eromheen natuurlijk. Het is de team, heb ik in ieder geval heel erg van genoten. Ja. Echt buiten het veld ook hartstikke leuk. Ja, echt een top team. Ja.